Welkom bij de dartpodcast van Nederland achter de hockey. In deze roerige tijden zijn wij weer terug met een aantal podcasts. En dames en heren, we hebben vandaag niet zomaar een gast. We hebben zelfs een toolkaarthouder te gast. Maar eerst stel ik mijn sidekick van vandaag aan jullie voor. Hij is terug uit Amerika, eerder dan verwacht. Dames en heren, Pim Huberts. Ja, dankjewel Mike. Bedankt voor het uitnodigen natuurlijk. Ja, geen probleem. Je zat natuurlijk in Amerika. Ben je ook vanwege de corona terug moeten vliegen? Ja, de school waar ik voor een jaartje ging studeren, die was gesloten. Dus ja, weinig reden meer voor mij om te blijven. Maar dus gelukkig nog net een ticket naar Nederland terug kunnen boeken. Dus dat is mooi. In ieder geval, het is lekker weer hier. Daar gaat het om. Ja, dat scheelt. Ja, en we hebben vandaag natuurlijk niemand minder dan toolkaarthouder Mike van Duivenbode. Mike, welkom. Hi jongens, goedenavond. Hey Mike, hoe kom jij deze dartloze tijden een beetje door? Ja, ik denk net als iedereen dat het best wel even aanpas is. Ik kan gelukkig nog een beetje werken door de week. Ik werk 2-3 dagjes in de week part-time, dus daar ben ik wel blij mee. En ja, toch ook wel een beetje trainen, dat een beetje bijhouden toch wel. Ja. Ja, want ja. Hoe doe jij dat dan? Ja, sorry dat ik even onderbreek voor jou, Mike. Want al die competitieavonden waar je normaal misschien iedere dinsdagavond, iedere vrijdagavond, ieder weekend een toernooitje opzoekt, die zijn natuurlijk nu vervallen. Dus is het darten ook echt minder geworden bij jou dan? Ja, 100%. Zeker nu natuurlijk sinds ik mijn toolkit heb, ben ik heel erg veel in Engeland aan het spelen. En vanaf de Dutch Open dit jaar, dat viel volgens mij 31 januari, ben ik eigenlijk nog geen weekend thuis geweest. Achter elkaar was ik eigenlijk aan het darten voor de PDC. En eigenlijk had ik nog 3 weekenden gemoeten. Maar toen kwam natuurlijk de crisis. En sindsdien zit ik thuis, net als iedereen eigenlijk. En, dus ja, ik merk het wel zeker, want ik ben best wel vaak weg. Ja, je hebt het over je eerste reizen van het jaar. Ja, die heb je niet, zeker het eerste weekend, heb je zeker niet slecht en mogen ervaren. De eerste dag haal je de laatste 62 en gooi je de eerste 39 van het jaar. Ja, de laatste 32. Volgens mij was het, de laatste 32 inderdaad, klopt. Ja, het eerste weekend was fantastisch. Mijn vader was met mij mee, dus we waren met z'n tweetjes. En toen hoorde ik inderdaad in mijn eerste wedstrijd van het seizoen tegen Chris Doby een 39. En uiteindelijk won ik de partij ook nog 6-5. En dat is uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste. Dus ja, dat was natuurlijk super. En de laatste 2 netten gehaald. De dag daarna won ik ook nog een potje. Dus nee, ik ging echt met een heerlijk gevoel weer terug naar huis toen, ja. Ja. Nou weet ik dat jouw tweede wedstrijd van de tweede dag op stream was. Dan was je eigenlijk ook niet geheel kansloos. Nou strafde Waaid wel echt alles af. Maar ja. Dan was je dubbeltjes wel al vergooid. Dan had het misschien de wedstrijd een hele andere kant op kunnen draaien. Ja, 100%. Ja, als ik het me goed kan herinneren, verloor ik 6-1 tegen Ian Waaid. En ik dacht dat hij 6-7 op zijn dubbels was. Dus hij was wel echt onwijs sterk. En ik denk dat ik 2 legs, 1 pijl heb gemist. Ja, 1 pijltje. Ja, dat zegt al genoeg over het niveau wat hij tegen mij stond te gooien. Ik moest eigenlijk gewoon 12 darts gooien om hem te breken. Dat is bijna niet te doen. Mm-hmm. En nog om even terug te komen op dat je nu minder kan darten. En dus niet meer ieder weekend tegen de Chris Dobies en al die goede darters kan spelen. Train jij nou ook met wat andere Nederlanders via, nou bijvoorbeeld de webcam dan, zoals de PDC heeft geprobeerd met Humphries en ook Doby was daarbij gisteravond. Ja. Doe je dan ook nog online met iets met elkaar? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog niet gedaan heb. Je ziet het wel heel veel voorbij komen op Facebook, al het webcam darten. En ik vind het een leuk initiatief en een goede vervanging voor de training. Ik ben er zelf niet zo heel erg van. Dus nee, ik doe dat niet zo eigenlijk. Ik heb wel de challenge gedaan van 3 keer bullseye gooien. Want dat deed je ook veel darters. Dus ik ben daar wel aan mee gegaan. Alleen wilde ik dat wel op live Facebook doen. Dus niet het opnemen
En dan zolang als het duurt. Maar ik wil echt live doen. En dat was voor mij wel een uitdaging. Want je weet toch dat mensen meekijken. En dat is op mijn manier dan wel trainen, zeg maar. Dat vind ik dan wel leuk om te doen. Ja, maar laatst op Facebook had je er 2 uur over had gedaan. Ja, de eerste keer was echt een afgang. Ik begon inderdaad live. En je verwacht dat je hem in ieder geval binnen een half uur wel een keer gooit. Maar ik miste hem elke keer op mijn derde pijl. En ook een paar keer dat die derde pijl eruit viel, zeg maar. Uit de boel. Oh. Toen was ik op een gegeven moment 1 uur bezig. En dan ga je toch wel een beetje stress krijgen. Maar alles ging ook zeer doen, joh. Mijn been ging zeer doen. Mijn rug, mijn arm. Omdat je natuurlijk continu zonder pauze eigenlijk door staat te rammen. En ja, toen na 1,5 uur moest ik ook mijn bord vervangen. Omdat die boel helemaal verrot was. Toen was ik helemaal gesloopt, joh, energieloos. Maar ik heb echt gezegd van, hoe dan ook, ik ga dit afmaken, al sta ik er vannacht nog. En uiteindelijk, ja, na 2,5 uur had ik hem. En toen ben ik 10 minuten later ook gelijk in slaap gevallen. Zo moe was ik. Toen heb ik, eergisteren heb ik het opnieuw geprobeerd, live weer. Dat vond ik wel spannend stiekem, want ik dacht van, als ik natuurlijk weer afgaat, dan is het een beetje lullig. Maar toen had ik hem binnen 11 minuten. Kijk, daar zit verbetering in. Ja, dat was een stuk beter. Ja, dus zo ziet jouw darttraining er een beetje uit. 2,5 uur op de boel gooien. Nou ja, dat was zeg maar die challenge die ik leuk vond. Ik heb een uurtje gewoon live gestreamd. En dan gewoon lekker op de triple 20 staan gooien. Omdat ik vind, als je het live doet, dan staat er nog een soort van een klein beetje druk op. Omdat je weet dat mensen kijken. En dan vind ik het... dan kan ik beter trainen dan dat ik zeg maar in mijn eentje sta te gooien zonder enige spanning. Dus dat vind ik leuk om af en toe te doen. Een andere vraag. Heb je toevallig in je thuisomgeving ook iemand die je in ieder geval een beetje kan uitdagen met darten? Of... Nee, er is helemaal niemand helaas in mijn thuisomgeving die dart. Oké. In het verleden wel eens met mijn vader gespeeld. Die kan wel een redelijk pijltje gooien, zeg maar. Maar dat is ook al... Dat doen we eigenlijk ook al lang niet meer. Jij zal inmiddels wel wat beter kunnen gooien, ja. Ik wel, ja. Ja, goed. We hadden het net natuurlijk ook wel over je eerste 2 Player Championship weekenden. Maar wat vooral opvalt daarna, is dat je de goede lijn niet doorzet. Heb je daar een beetje een verklaring voor? Nee, eigenlijk niet. Ik weet inderdaad, na dat eerste weekend had ik een heel goed gevoel. En ik probeerde dat inderdaad door te trekken. En dat lukte maar niet. En ik heb er niet echt een verklaring voor eigenlijk. Dat ene weekend had ik gewoon een bepaald gevoel dat het gewoon goed zat. En ik voelde me gewoon heel sterk. En die weekenden daarna zat een beetje weggezakt. En dat maakt je natuurlijk wel een beetje onzeker. Ook omdat ik vorig jaar natuurlijk ook heel lang eigenlijk erover heb gedaan om een beetje wat wedstrijdjes te gaan winnen. En dan kom je een beetje in zo'n sleur van een paar weekenden op rij niks winnen. Een slechte development tour weekend gespeeld waar ik gewoon echt wel zwaar onder mijn kunnen zat. En dat doet je allemaal geen goed, zeg maar, voor je vertrouwen. Geen verklaring helaas, nee. Maar je trok nogthans met een heel goed gevoel het seizoen in. Want je verloor dan wel nipt van Kim Huibrechts op een lokaal toernooi. Maar het zag er allemaal ontspannen uit. Goed, verzorgd. Dus, maar je kan niet achterhalen waarom het gevoel begin van het seizoen wel goed was. En hoe verder we komen, hoe minder het eigenlijk werd in deze korte periode. Nou ja, kijk, wat het zeg maar is. Ik heb zeg maar in die weekenden daarna, heb ik volgens mij geen partij meer gewonnen op de Tour. En dan moet ik je zeggen dat een aantal van die wedstrijden dat ik wel erg sterk stond te spelen. Of heel goed begon en een beetje inkakte. Mm-hmm. Soms is je gevoel goed en je staat ook goed te spelen, maar je verliest gewoon. Omdat het gewoon het hoogste niveau is dat er bestaat, zeg maar. Als je dan continu je goede wedstrijden verliest, maar je slechte wedstrijden verlies je dan sowieso al, dan zet je toch een beetje aan twijfelen. En dat legt ook wel steeds meer druk op om toch maar weer elk weekend presteren, zeg maar. Ik denk dat een voorbeeld van wat jij zegt over goede wedstrijden verliezen is die tegen de Duitse nieuwe tourkaarthouder Steffen Siepman, waar je dan net 6-5 van verliest, daar zou je waarschijnlijk nu nog steeds flink van balen. Nou ja, niet alleen omdat ik 6-5 verloor, maar omdat ik 5-2 voor stond. Mm-hmm.
Als ik goed begrepen heb, stond ik op dat moment iets van 104 gemiddeld te gooien. En ik mis die lek nog een 14-darter en een 15-darter. Nou, dan win je die partij met 105 gemiddeld. En vervolgens krijg ik 11 westerpijlen. En dan gaat er geen één in. En je gaat 6-5 zitten. En ja, dan weet je gewoon dat je misschien wel je beste wedstrijd ooit op de Tour gewoon helemaal zelf hebt weggegeven. En zeker omdat ik al een beetje in die negatieve sleur zat, had ik die partij echt even nodig. Omdat ik ook zo goed stond te spelen. En dat je het dan zo weggeeft. Ja, dat is pijnlijk. Maar ja, je moet toch verder. Dus je slikt het en je gaat weer door. Is dan meteen jouw zondag ook verpest? Dat je denkt van, dit was nou, niet de kans, maar dit was wel een beetje de kans om je een beetje uit de slot te trekken? Nou, je voelt je natuurlijk wel verrot. Even gewoon een vervelend gevoel. Het is ook rot dat je dan zeg maar om 1 uur 's middags eigenlijk alweer op je hotelkamer bent. En je moet toch maar weer heel die dag doorkomen en jezelf opladen om de volgende dag er toch weer, hè, opnieuw te staan. En dat is wel even pittig, ja. Maar goed, je wilt er ook niet de hele dag in blijven hangen. Dus uiteindelijk zet ik me er wel overheen. Heb ik lekker Netflixje aangezet. Heb ik de hele dag gekeken op mijn tablet. En zo kom ik de dag dan wel door uiteindelijk. En trek je nog veel met andere tourcardhouders op die er vroeger uitleggen? Of is het meteen ieder voor zich? Je bedoelt na het toernooi, als ik er zelf uitleg? Of? Ja, als je er zelf uitlegt of 's avonds. Je ziet wel eens groepies. Ja, vaak als ik verloren heb, ga ik toch wel vaak wel terug naar de hotelkamer. Omdat ik het dan toch even voor mezelf moet verwerken. En niet zoveel zin heb om andere spelers om me heen te hebben. Omdat ja, dat moet je gewoon even verwerken, zoiets. En dan soms ga ik 's avonds wel eens even een hapje eten met een aantal spelers. Wat ik zelf wel heel gezellig vind altijd. Eventjes. Dan ben je er toch eventjes uit. En wat zijn de namen dan? Wat voor spelers ga je het meeste mee om? Ik trek wel veel op met Danny Noppert. We zitten ook bij hetzelfde management. Dus we vliegen ook vaak samen met z'n tweeën. Ik trek ook wel veel op met Jan Dekker, Geert Neentjes, Niels Sonneveld. Een beetje dat soort namen. Ja, okay. Daar ben ik ook vaak mee aan het ingooien 's ochtends. Dat is altijd wel gezellig. Nou, weet ik natuurlijk, nou hebben we Road to het Jeugd-WK opgenomen. Met, ik wil niet de bende van ellende zeggen uit Rotterdam. Maar daar kwam het het werd wel op neer. Mis je die dan niet? De Van Trijpjes, de Van de Bogaerts. Want daar kun je natuurlijk ook enorm goed mee vinden. Nee, ik ben blij als ik eigenlijk een keer van ze af ben. Nee, hoor. Nee, ja, kijk, weet je wat het is? Ik zie natuurlijk sowieso Danny van Trijp. Zie ik normaal gesproken wekelijks met de competitie. Gewoon door de week. En met Super League, als we er allebei zijn. Zo'n Patrick van der Bogaert, Wesley van Trijp. Die zie ik ook dan nog wel eens regelmatig met toernooitjes. Als ik geen PDC heb. Dus dan. Nee, dus ja, ik moet wel zeggen, met een development tour, als we dan met z'n allen zijn, vind ik dan wel weer extra gezellig, zeg maar. Omdat je dan toch even die paar weekendjes toch even met wat meer gasten bent, hè, die je goed kent uit je eigen regio. En dat vind ik een paar keer per jaar wel erg leuk. Maar het is niet dat ik op mijn pro tour denk, shit, waar is hier? Maar uiteindelijk sta ik er voor mezelf. En dat is uiteindelijk waar je het voor doet. En dan, daar zou je niemand bij nodig moeten hebben in principe. Zo zie ik dat. Nee, goed, je hebt er in principe niemand voor nodig. Want die UK Open was hier wel mee. Alleen dat was toch wel een flinke tegenval voor jou, die UK Open. Ja, UK Open was geen succes voor mij helaas. Nee, dat was ook een afgang. Ja. En hoe is dat om UK Open op een van de vele bijbanen te spelen? Is dat dan anders dan op een normaal Players Championship toernooi of qualifier? Ja, het geeft wel een gevoel. Ja, het is toch, ook al zijn wij er zeg maar voor gekwalificeerd zonder er iets voor te hoeven doen, het voelt toch anders. Het is toch een major toernooi. En je weet dat het prijzengeld hoger ligt. Je weet dat er kansen zijn om podium te spelen. Hè? Dus er komt wel een ander gevoel bij kijken. Het is een hele andere sfeer die er hangt. En ik vind het niet te vergelijken met een Play Championship wedstrijd of zo. Nee, dat vind ik niet.
Oh. Je haalde het net zelf ook al aan. Het eerste Development Tour weekend. Je haalt twee keer de laatste 16. Ja, slecht is het ook niet helemaal. Maar ja, goed is het zeker ook niet. Het was gewoon... Ik vond het wel slecht, zeg maar. In ieder geval voor mijn doen vond ik het wel echt slecht. En kijk, ik kan er lang omheen gaan draaien. Ik ben niet van de excuses, daar hou ik allemaal niet van. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik was een beetje grieperig dat weekend. Ik voelde me niet lekker. Het was allemaal rond het begin van toen een beetje het corona-gedoe kwam opzetten. En ik ben dat weekend best beroerd geweest. Maar goed, ja, weet je, op dat moment is dat zo en dan moet je mee dealen. Dus je probeert er het beste uit te halen. En ik denk dat twee keer de laatste 16, het allerhoogste is wat ik eruit kon halen op dat moment. Ik had echt verwacht, met de manier waarop ik speelde, had ik niet verwacht een überhaupt zo ver nog te komen. Dus uiteindelijk nog met een tevreden gevoel naar huis gegaan. Mm-hmm. En dat was niet door het niveau in ieder geval, maar echt puur. Omdat ik toch nog 400 pontjes pakte in een weekend waarin ik eigenlijk slecht speelde. Dus ik was nog redelijk tevreden, zeg maar. Voel jij dan ook extra druk als een tourkaarthouder op de Development Tour om je wedstrijdjes te winnen? Ik voel geen extra druk, dat niet. Maar je voelt natuurlijk wel van, bij iedere tegenstander die jij loodt, je voelt je toch wel een soort van lichtelijk de favoriet. Nou is het ook wel afhankelijk tegen wie je loodt. Maar zeker tegen een onbekende, ja, dan moet je natuurlijk op papier eigenlijk gewoon winnen. En het zijn kortjes best of 7, dus je moet er gewoon staan. Dus, maar niet dat ik daar extra last van heb of zo, dat heb ik niet. Nee. Nee, en op die Development Tour, daar kan je ook hele jonge gasten loten. Nou, je hebt Daan Bastiaans en Omer Roelof, die versloeg je al op dag 1, toen je de laatste 16 haalt. Je kan ook dames loten in één keer. Geeft dat nog een extra druk? Nee, dat geeft geen extra druk, vind ik. Ik neem aan dat je linkt naar die partij die ik daar verloor van een vrouw of een meisje. Ja, Katie Sheldon heet ze. Ja. Hoe ging die? Ik wil even voor me zien hoe die wedstrijd ging. Want ik vond dat jij niet fit was in die wedstrijd. Nou ja, kijk wat ik al zeg. Ik ben niet van de excuses, maar ik moet wel gewoon eerlijk naar mezelf zijn. Ik was grieperig dat weekend en ik had niet veel energie. Ik had veel spierpijn in mijn... Slecht geslapen, dus uiteindelijk probeerde er zeg maar het beste van te maken. Ik was inderdaad niet fit. Nee, ik voelde me niet lekker. En zij stond... ik stond, als ik me goed kan herinneren, scorend goed te spelen. Maar ik miste elke lek 9 pijlen. En zij kwam aanzetten. En zij kreeg 1 kans en het ging uit. En zo ging dat eigenlijk heel de wedstrijd. Mm-hmm. Dus ik kreeg even groeten op mijn broek. En... Ja, dat kan wel gebeuren. Ik was er niet eens zo heel boos om of zo. Want ja, ik had het al een soort van geaccepteerd dat ik niet mijn beste spel kon halen. Ja, kijk, goed, het is heel simpel. Als jij niet lekker bent en je haalde voor de laatste 16, dan ben je natuurlijk gewoon op hè, als je eerder het tweede toernooi begint. Dus ik vind het eigenlijk geen excuus, maar gewoon een logische verklaring. Ja, kijk, en uiteindelijk, ik ben gewoon eerlijk. Zij was op dat moment gewoon de beste. Hè. Zij gooit de dubbels uit, ik niet. En dan doet het voor mij niet extra veel pijn. Dat het een meisje is, weet je wel. Het is gewoon, ik zie er gewoon als een tegenstander. En ik verloor. En ja, volgende keer beter, denk ik dan. Ja. Ja. Als jij kijkt naar aankomend jaar. Je zit nu in je tweede jaar van je tourkaart. Hè? Je hebt nu door deze coronacrisis minder de kans eigenlijk om je omhoog te werken. Stel alles gaat nog... Na de zomer gaat alles weer nog even door tot aan het WK. Wat zijn jouw doelen voor het eind van dit jaar? Ik denk dat mijn doel, net als de meeste andere spelers is toch wel het WK halen. Dat is uiteindelijk waar we toch wel allemaal willen staan. En een doel wat daarbij komt is natuurlijk uiteindelijk je tourkaart houden. Maar je moet ook realistisch zijn. En als ik gewoon naar mezelf kijk, afgelopen jaar en dit jaar... is het niet een hele realistische gedachte dat ik mijn tourkaart ga houden dit jaar. In ieder geval niet via de ranking, zeg maar. Dus mijn doel is gewoon om elk dat weekend dat er nog komen gaat, gewoon elk weekend mijn best te doen. En het beste uit elk weekend te halen. En dan hopen dat er een aantal mooie resultaten tussen zit. En het WK halen moet een doel zijn dat te doen is. Maar dan moet ik toch wel... flink wat wedstrijdjes gaan winnen de komende tijd als het allemaal weer doorgaat, zeg maar.
kijk, die doel is natuurlijk WK halen. Dat link je eigenlijk heel snel aan de top 64 op de Pro Tour Order of Merit. Houdt automatisch Play Championship Finals in. Ja. Het zal ook een mooi toernooi zijn. Je hebt nog 2 qualifiers voor majors. Als je een keer een goede dag hebt. Nee, je zag het zelf aan Niels Sonneveld vorig jaar. Die was er bijna. Mm-hmm. Ja, zeker. Nou, en stel je hebt gewoon een goed development tour. De rest van de andere toernooien. Dan kan je daar ook nog voor kwalificeren voor het WK. Dan moet je natuurlijk wel wat geluk hebben. Maar... Ja, kijk, weet je wat het is? Er zijn nog 4 development tour weekenden. Even vanuitgaande dat alle weekenden doorgaan als deze crisis over is, dan zouden we er nog 4 hebben. Dat zijn gewoon nog 16 toernooien. En je hoeft er maar 1 of 2 te winnen en je staat zo in die top 5. En dan zijn er gewoon dingen mogelijk. En dat is ook gewoon waar ik mij erg op ga focussen dit jaar. Ik ga de development tour niet zien als een lachetje of als een trainingsweekendje. Ik ga het wel echt heel serieus aanpakken. Wat ik wel altijd gedaan heb. Alleen nu toch wel even extra serieus. Omdat er grote kansen liggen om ook weer mijn toolkaart natuurlijk te verlengen. En het WK te halen. Dus ja, dat is wel heel belangrijk dit jaar, vind ik. Ja, zou jij op dit moment kunnen zeggen dat de Development Tour belangrijker is dan de Players Championship toernooien? Omdat de kans groter is op de Development Tour dat jij een WK-plaats haalt of een tourkaart haalt dan op de normale ranking? Of is dat een te groot gezegde? Nou ja, ik denk dat je ergens wel dat je zeker wel een punt hebt. Omdat als je natuurlijk naar de development toe kijkt, dan heb je relatief meer kans om te winnen. Ik bedoel, ja, ik heb 2 development tours gewonnen in het verleden en Pro Tour ben ik nog nooit verder gekomen dan de derde ronde. Dus dat is zeker wel een grotere kans om het vierde development toe te halen. Ja. Dus ik denk dat de Pro Tour heel belangrijk is, sowieso. Maar de Development Tour is dit jaar toch wel voor mij een grotere kans om het te halen dan de Pro Tour, denk ik. Ja. Stel, jij behoudt jouw tourkaart niet. Ben je dan gewoon van plan om door te gaan op de Challenge Tour, Development Tour? Of hou je het echt lokaal en ga je jezelf daar verbeteren? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ik denk sowieso, als ik mijn tourkaart verlies en ik win hem niet terug, dan ga ik sowieso wel Development Tour en Challenge Tour spelen. Dat zullen dan waarschijnlijk 10 weekenden zijn op een op jaarbasis. Dus dat is niet heel, heel schokkend veel. Dat zou ik zeker wel blijven doen. Zeker die Development Tour, omdat ik daar nog 3 of 4 jaar van kan profiteren. Dat ga ik zeker wel blijven doen. Ja. Daar liggen toch altijd wel kansen. Ja, precies. En je hebt je tourkaart nog niet verloren. En wat je al zei, misschien ben je hem gewoon weer terug bij Q-School. Dat hebben genoeg spelers gedaan. Over jouw sponsor. Je wordt volgens mij nu nog steeds gesponsord door Winmau. Ben jij al wat hun gaan doen in een volgend jaar? Stel, jij hebt je tourkaart niet meer. Of stel, je behoudt hem wel gewoon. Ja, ik heb gewoon een contract met Winmau. Dus voorlopig loopt dat nog. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij zit ik nog wel... In ieder geval op papier een jaar of 2, 3 bij Wimma. En dus dat is allemaal ongeacht of ik wel of geen toe gaat houden. Daar gaat geen verandering in komen, zeg maar. Ja. Nee, dat zal ook wel de reden zijn dat jij gewoon zegt van die Development Tour en die Challenge Tour, die gaan we sowieso doen. Ja, kijk, weet je, ik speel de Development Tour nou volgens mij voor mijn 4e seizoen nu al. En ik geef maar als voorbeeld een Rob Cross die via de Challenge Tour zijn tourkaart haalt en dat jaar wereldkampioen werd, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een overdreven voorbeeld, maar zo'n Challenge Tour of Development Tour, dat kan zomaar eens je opstapje zijn naar hoger. Hè. Nou heb ik dat via de Q-School gedaan, maar misschien kan zomaar eens de Development Tour dit jaar of volgend jaar mij wel dat stapje omhoog zetten. En aangezien de Development Tour maar tot en met 23 jaar is. En ik nu nog 3 jaar heb hierna. Ja, moet ik daar gewoon 3 jaar van profiteren. Dat is alleen maar extra meegenomen allemaal. Ja, het klinkt allemaal erg ideaal dat sponsors achter je staan. Is Rental Match bijvoorbeeld ook een sponsor die met vertrouwen achter je staat? Ja, zeker. Rental Match is het bedrijf van mijn vader. Wat hij samen heeft met een compagnon van hem. Dus mijn vader staat net als alle 4 mijn ouders. Dat is
Waaronder dus mijn bonusvader en bonusmoeder, zoals ik het zeg maar noem. Die staan alle 400% achter mij. En ik word ook door mijn bonusvader een beetje bijgestaan, zeg maar. Met zijn bedrijf, V&D Neon, die staat ook op mijn Dutch shirt. En zo is het natuurlijk super leuk dat eigenlijk allebei mijn vaders mij kunnen steunen daarin. Financieel en natuurlijk ook op mentaal vlak wel. Stel nou, en ik denk dat wij dat bij Darts actueel best wel kunnen doen. Stel nou, een bedrijf luistert op dit moment naar deze podcast en die denkt, hey, die Mike van Duivenbode, die willen wij ook sponsoren. Waar kunnen ze dan terecht? Nou, ze mogen mij sowieso gewoon op Facebook benaderen. Gewoon op mijn account, Mike van Duivenbode. Mm-hmm. Een berichtje sturen via Messenger. Of ik ben zelfs ook nog op Instagram ben ik bereikbaar. Als er iemand is die zoiets hebt van, nou, ik ben wel nieuwsgierig hoe of wat. Ja, er mag altijd iets gevraagd worden of iets. Ik sta voor alles en iedereen open. Dus dat is allemaal, Ik ben best wel denk ik makkelijk te bereiken via de Instagram, Facebook, noem het maar op. Ja. Klinkt hartstikke goed. Goed, we hebben in deze coronatapes ook een vaste rubriek. En de vaste rubriek is mooie verhalen. En okay. Als ik het woord Morona Challenge zeg, wat zeg jou dat, Mike? Morona, ja. Ja, dat is de kennis van het laten staan van je baard tot en met 1 juli. Maar dat ga jij dus doen. Daar ben ik mee bezig, ja. Daar zijn we nu 2 weken mee bezig, denk ik bijna. 1,5 week, 2 weken. En het is eigenlijk begonnen als grapje, want we zijn met een paar teammaten doen we dat. En er werd eigenlijk gezegd van, zullen we tot en met 1 juni, hè, eigenlijk de quarantainetijd, zoals we dat zeg maar dan een beetje noemen, gewoon onze baard laten groeien. En toen werd er een beetje gegrapt en gedold. En toen zeiden we eigenlijk van, nou weet je, we gaan het gewoon doen. En zodoende zijn we daar nu mee bezig. Oké, maar de grote vraag is natuurlijk, staat een baard goed bij Mike van Duivenbode? Dat laat ik allemaal aan de buitenkant. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb nu eigenlijk sinds een jaartje dat het een beetje dichtgroeit bij me. Dus ik ben wel nieuwsgierig. Ik laat het nooit zo lang staan meestal. Dus ik ben wel nieuwsgierig op zich hoe het er straks uitziet. Maar het gaat de goede kant volgens mij. Dus, maar 2 maanden nog lang hoor. Dus ik denk dat ik toch wel misschien een beetje spijt ga krijgen. Over een maandje of zo. Dat zie ik zomaar gebeuren. Maar goed. Maar we gaan het wel doen. We gaan het wel volhouden. Maar goed, je zit natuurlijk in een team met kennis. Want bij Winma zit je natuurlijk samen met Simon Whitlock. Heb je hem nog even om advies gebeld? Ja, nee. Nee, ik denk dat ik 100 jaar verder ben voordat ik een baard heb als Simon Whitlock, denk ik. Nee, we gaan het gewoon lekker laten groeien en we zien wel wat er van komt. Ja, dus mensen, hou vooral de socials van Mike van Duivenbode in de gaten als jullie deze Morona Challenge willen volgen. Maar jij hebt ook nog een ander talent. Jij kan ook heel goed piano spelen, kom ik achter. Ja, op zich, daar ben ik best wel een beetje mee bezig de laatste weken. Zeker nu, in de laatste weken, dat het natuurlijk dat we niet veel te doen hebben allemaal. We zitten natuurlijk veel thuis. En ik ga je eerlijk zeggen, ik heb ook niet zoveel zin om uren per dag aan het bord te staan. Zeker niet, nu we niet weten wanneer we überhaupt weer mogen darten. Dus ik vind het wel heel relaxed en rustgevend om af en toe een beetje liedjes te spelen op de piano. Wat dingen te oefenen. En dat gaat volgens mij best wel redelijk de laatste tijd. Dus dat vind ik ook leuk om te doen, ja zeker. Wij op onze research redactie hebben ook een paar filmpjes. En dat klonk serieus goed. Ah, dat is wel leuk om te horen, man. Dankjewel. Goed, dan hebben wij eigenlijk unaniem besloten dat we het nog een klein stukje over de NDB willen hebben. Die na 4 van de 5 toernooien, dus het merendeel van de competitie, hebben besloten om de rankingkampioenen en alle andere rankings... Voor iedereen een moeilijke keuze. En met elke keuze die je maakt, heb je voorstanders en tegenstanders. Dus daarom is het gewoon een moeilijke keuze. En als je kijkt naar de Super League hè, en naar de regionale competitie, is het natuurlijk
Hoe zeg je dat? Ik vind het best wel begrijpelijk dat ze op zich hebben gezegd van hè, we verklaren het seizoen nietig en we gaan volgend seizoen weer verder. Nou stonden wij met onze competitie en met onze Super League wel allebei op één. Maar goed, dat is dan even niet anders. Als je natuurlijk de spelers die nu op één zijn kampioen maakt, dan krijg je weer geklaag van de teams die tweede en derde en vierde staan. Dus uiteindelijk is het altijd moeilijk. Maar wat het NDB-ranking circuit betreft, vind ik het een belachelijke keuze die ze hebben gemaakt. Want volgens mij zijn zowat alle NDB-toernooien gespeeld. De rankingkampioenen die waren al bekendgemaakt. Ze hebben het hele jaar gereisd, gespeeld. Noem het allemaal maar op. En dan in één keer wordt er gewoon gezegd, nou, jij bent geen rankingkampioen meer. Alles wat je gespeeld hebt, telt niet meer. Ga volgend jaar maar lekker weer een heel jaar opnieuw darten. Ja, ik vind het belachelijk. Nou, ik denk dat wij de mening met jou delen dan. Dus hierbij het lijstje. De winnaar van de heren A is Luc Peters. De heren B werd gewonnen door Patrick Bus. Arlien de Graaf won de NDW-ranking bij de dames. De junioren kampioen werd Luc van der Kwast. Bij de aspiranten was het Tinus van Tiel. Bij de meisjes Lerena Rietbergen. Specials werd gewonnen door Menno Lammers. En de paradarters werd gewonnen door Michalovic van Velzen. Allen gefeliciteerd natuurlijk. Dan zal het toch wel wat minder voelen. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik denk dat ze alle op zich natuurlijk gewoon hartstikke trots kunnen zijn. Want uiteindelijk zijn ze gewoon rankingkampioen geworden. En zo mag je dat ook gewoon voelen. Want eigenlijk zijn ze gewoon hè, de kampioenen voor een heel jaar. Maar ja, uiteindelijk hebben ze er zeg maar, qua resultaat niks aan. Want ze komen niet in het Nederlands team. En ze kunnen niet aan de selectiewedstrijden meedoen. En dat vind ik gewoon heel erg sneu voor de spelers die daar het hele jaar voor hebben gespeeld. En ik vind dat de NDB dit anders had kunnen aanpakken. Want ik vind gewoon als je nou twee van de zeven NDB-toernooien maar gespeeld had, dan is het een logische keuze. Maar volgens mij zijn er zes van de zeven gespeeld. En waren er bijna geen veranderingen meer mogelijk. Voor mij waren ze al gekroond tot de kampioenen tot op dit moment. Ja, dan moet je gewoon dan moet je dat gewoon lekker zo laten. En dan is dat heel jammer voor die spelers. Ja, heel erg jammer. Goed, dit brengt ons een beetje aan het eind van de allereerste corona-tapes. Ik wil Maaike enorm bedanken voor zijn aanwezigheid. Heel leuk, bedankt jongens. Vond het gezellig. En ja, Pim, jou zie ik natuurlijk weer bij de volgende corona-tapes. Ja, is goed, Mike. Ik ben benieuwd welke darter we dan in onze podcast hebben. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Hockey podcast. Tot snel.